Nou, ik heb dus een nieuw shirt gekocht. Maar na één keer dragen zaten er van die vieze, gelige, donkere vlekken in, zoals je kan zien. Echt super ranzig. En dit komt gewoon simpelweg door verkeerde deodorant. Dat kan ervoor zorgen dat je dus van die vieze vlekken krijgt. Nou, mijn naam is Jury en vandaag ga ik jou laten zien hoe jij van die verschrikkelijke vlek afkomt binnen een handomdraai. Maar voordat ik dat doe, wil ik je even vragen om je te abonneren op ons kanaal. Dat kan je doen door even rechts onderin te klikken. En dan gaan we nu door naar de tip. Het is echt een veel voorkomend probleem dat je dus een nieuw shirt hebt en die draag je één keer en dan opeens zitten er van die gele vlekken in. En dat heeft 9 van de 10 keer te maken met deodorant. Niet zozeer met dat je zweet, maar de stoffen die zitten in deodorant. Dat zijn eigenlijk gewoon hele hardnekkige stoffen en die kunnen dus ook voor zorgen dat jij donkere plekken krijgt onder je oksel. Nou, hoe je dat oplost is enorm eenvoudig, dat ga ik je vandaag uitleggen. En het enige wat je nodig hebt is glansspoelmiddel. Ik heb het gekocht bij de drogisterij voor een eurotje. En een shotglaasje met natuurazijn. Kan je gewoon bij de supermarkt kopen. Ga ik je nu laten zien hoe dat werkt. Ja, kijk, dit bedoel ik dus. Het is echt te ranzig voor woorden. Ja, echt heel smerig om te zien. Maar de oplossing is hartstikke simpel. Het enige wat je namelijk hoeft te doen, is je shirt in de zon leggen. En dat glansspoelmiddel er dus op doen. Nog wel een beetje zo. Goed, nou laat het intrekken in de zon en als het eenmaal droog is, dan ga je het gewoon meewassen zoals je normaal zou doen. En dan gaan we kijken of het werkt. Oké, we zijn een paar uur verder. Nou, dat glansspoelmiddel is er helemaal ingetrokken. En nu moet je gewoon je was doen. Heel erg simpel, was het gewoon mee met de rest van je was. Wel denken aan het milieu, niet zomaar twee shirts gaan wassen. En ook heel belangrijk, nu komt ook het gedeelte van het nazuur. Het natuurazijn. De was zit er gewoon in. En nu komt het. Nou, doe er gewoon normale hoeveelheid wasmiddel bij. Zo. En dat shotje azijn, dat doe je er ook bij. Alles dicht doen. En nou is het 2 uurtjes afwachten om te zien of het heeft geholpen. Oké, ik heb net de was uit de droger gehaald en ook de shirts die ik heb behandeld met het azijn en glansspoelmiddelgoedje. Nou ja, zoals je ziet, hier ligt de was en ik heb 2 shirts heb ik klaargelegd. Eentje die ik niet heb behandeld met het middeltje en eentje die ik wel heb behandeld met het middeltje. En het resultaat is echt bizar. Het is echt heel erg sick. Oké, hier dus het shirt wat ik niet heb behandeld. Maar ik weet wel wat ik als eerste ga doen. Dat ik het nog een keertje doe. Want ik wil dat dit shirt ook schoon woont. Want als je kijkt naar het shirt wat ik wel heb behandeld. Daar zijn de vlekken dus gewoon helemaal weg. Het is echt ongelooflijk. Nou, deze ligt een beetje in het zonnetje. Maar ook als je hem uit het zonnetje haalt, zie je het echt heel duidelijk. Nog even in het zonnetje leggen. Zodat je dan ook duidelijk ziet. De vlekken zijn gewoon weg. Kijk het verschil. Mochten de vlekken na 1 keer nog niet weg zijn. Wees dan niet getreurd, doe het gewoon nog een keertje. Dan zal je zien dat het vanzelf echt eruit trekt. Bij mij werkt het al na 1 keer en ik ben echt mega blij met het resultaat. Vond jij deze video nou handig? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Dan weet je zeker dat je als eerst van dit soort superhandige video's ziet. Geef even een duimpje omhoog en laat ook een leuke reactie achter. En heb je zelf nou een probleem of zit je ergens mee? Laat dan ook even een reactie achter, want dan gaan wij voor jou aan de slag. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig!